It's all I wanna do. Welkom bij weer een nieuwe Supply Drop video hier op mijn kanaal. Vandaag gaan we gewoon weer al mijn crypto keys er doorheen brassen natuurlijk. We gaan gewoon weer Rare Supply Drops openen, want dan krijg je natuurlijk gewoon veel betere dingen uit dan normaal natuurlijk. Oké, we hebben weer gelijk een gesture en 5 crypto keys. Dus dat gaat altijd lekker, jongens. En we gaan gewoon een paar openingetjes weer doen. Dus mocht je deze video leuk vinden, laat even een blauw duimpje omhoog achter. En ik weet dat Santino deze fucking emblem heel erg wil. Dus ik ga eventjes een foto ervan maken. Heel even snel hoor. Zo. Oké, foto's ervan gemaakt. Dan kan ik het straks naar Santino toesturen. Dan wordt hij misschien... Hij wil deze ook. Ik weet niet of hij hem al heeft trouwens. Maar ik zal het lastig op Twitter. Maar we gaan de volgende openen. Gaan kijken wat we eruit krijgen. Oeh, Sharpshooter Locust Rapid Fire Variant. En de Storm Camo op de RK5. Dus dit is best wel een lekker supply dropje dit. Zo, je ziet Legendary, Rare en Epic. De beste dingen die je eigenlijk kan krijgen. Dus, topje Call of Duty. Let's go. Ik wil even mooie camo's krijgen. Ook, nou. God, het is zo leuk dat je het hierop doet. Maar waarom met de P06? Oh my fucking god. Oké, we gaan één keer een Rare of een Common Supply of openen. Voor mij krijg je er ook echt niks anders uit dan alleen Common dingen. Nou, hier zie je dus. Daarom is het echt... helemaal dikke kak. Maar, daarom doen we gewoon ook steeds Rare. Nou oké, dit is ook niet heel erg bijzonder. Ik heb de server, heb ik al helemaal Hero. Dus het, is geen, het heeft geen zin om daar dan dat nog voor aan te sluiten. Want dat vind ik niet mooi. Maar, oh. Ik wist serieus niet dat je op Light Machine Guns VS Mac hebt dit jaar. Dat is best wel chill. En deze kanker is best wel leuk. Oké. Het is niet een hele grote supply drop open. Ik heb niet heel veel muntjes. Maar ik kan, als jullie dat willen, Illuminati? Ben je serieus? Illuminati? Oh my god. Nee joh. Ik heb er een foto van, maar ik ga gelijk even op Twitter gooien. Die wil ik even zien. Specialist. Deze. Personalize. Kom op, laat. Jongens, deze fucking helm. Je ziet echt dat Illuminati tekentje daar gewoon in staan. Call of Duty, lekker gedaan. Echt top, deze is echt fucking gaaf. Kijk of ik wat duplicates kan burnen. Doe maar. Dan krijgen we weer wat supply drops of crypto keys ervoor. We hebben er 29 bij gekregen. Nou, dat is toch net weer één rare supply drop erbij, ongeveer. Oké. Haha. Nou, kijk. Dit is een matig kastje. Nou, oké. Ik ga binnenkort een video met de XM53 opnemen. Dus dan komt deze camera mooi voor pas. Dus jullie waarschijnlijk vanavond om 8 uur zien die video. Dus dan weet je dat ik die camera erop zet. Tenzij ik een ander mooie op heb, maar dat weet ik niet. We hebben echt veel gestures krijgen weer. Oh, de Jungle Party Dingo. En de Transgression weer op de SVG fucking 100. Let's go, boys. Dat zijn nog eens camo's die we willen hebben. Nou, ik gebruik dit nooit, maar het is wel een lekkere supply drop. 2 legendaries en 1 rare. Ik heb nog nooit een triple legendary gehad. Als ik dat hit, dat zou wel mooi zijn. Maar weer een gesture, een decal en een common. Oké, gaan we door met die opening. Spitfire, ik gebruik nooit Fastmax. Fastmax vind ik altijd zo fucking retarded om te gebruiken, want dan gooi je gewoon één ding weg. En dit is best wel een gekke kannenkaart. Dus ja, I don't know. Oké, dit is helemaal niks. Call of Duty, hier moet ik mijn punten voor terugkrijgen, want dit is fucking rare supply erop. Ben ik eigenlijk alleen maar commons, oké. Yes! Ik heb de Razer Bank natuurlijk al diamond, maar alsnog heb ik gewoon de freaking transgression camo erop gekregen. Let's go! Boom! Laatste supply drop is dit. Ik gebruik ook nooit Extended Max. Ik gebruik nooit Extended Max. Dan krijg ik... Nou, ik weet ook niet of je... Maar ik gebruik het nooit.
Ik weet ook niet of je ooit reflex sites kan krijgen. Geloof ik niet. Dat is wel jammer. Maar deze, allemaal, deze heb ik allemaal een keer gehad. Dus ik heb even mijn burn duplicates. Ik weet niet, hopelijk krijg ik daar nog even 8 muntjes voor. Zo, dan kan ik nog 1 rare openen. Precies 8! Let's go! Dan kan ik er nog precies 1 openen. Dan heb ik helemaal geen supply drops meer. Maar oké, deze komt gewoon echt helemaal weg. Ik heb nog 5 supply drops. Jongens, mocht je genoten van deze video, ram af de blauwe duimpje omhoog, helpt mij enorm. En dan zie ik jullie ook bij de video om 8 uur. En we hebben weer wat awesome dingen eruit gehaald. De Illuminati helm is echt het beste die ik heb gekregen. Maar jongens, tot strakjes. Doei!